Zo, we gaan door naar de tweede gang. Voor dit gerecht hebben we witte asperges gemaakt. Dus de witte asperges die hebben we voor jullie voorgegaan in olie van gele curry. Daarbij komt een crème. De crème hebben we gemaakt op basis van spinazie met waterkers. We hebben een gel gemaakt van citroen. We hebben een crumble gemaakt op basis van pijnboompitten. Met wat verse kruiden, wat knoflook en wat broodkruim. Dat bakken we eigenlijk op. Dus dan heb je een heel mooi krokantje. Maar super volle smaak. Ook je asperges straks. En als finishing touch voor dit gerecht hebben we wat verse kruiden met wat prijkiemen gemengd. Die heb je echt nodig om het gerecht mooi af te maken. Wat hebben we nodig voor dit gerecht? Dus ik heb een schaar heb ik nodig. Ik heb een pannetje met kokend water nodig. En eigenlijk een lepel. En dat kunnen we ineens. Water breng ik aan de kook. Op het moment dat het aan de kook is, kan je eigenlijk die asperges en je watercrème daarin opwarmen. Het is al gaar, dus het hoeft echt alleen warm te zijn. Dus ik heb een timertje, die zet ik op 1 minuut. Het water is aan de kook, zoals je kan zien. Dan doe ik het erin. Op het moment dat het erin zit, zet ik het water eigenlijk uit. Zet ik de timer aan. Dan is het eigenlijk 1 minuutje wachten. En dan kunnen we in één keer het gerechtje afmaken. Dus wat is handig om in de tussentijd te doen? Ik knip het spuitzakje open. En zorg dat je het puntje weggooit. Zie dat hij in je gerechtje blijft zitten straks. Ik maak het bord alvast warm. Dus ik heb een oven die is al vol verwarmd op 160 graden. Die laat ik eigenlijk de hele middag, terwijl we aan het koken zijn, laat ik hem aanstaan. Dus in de tussentijd alle warme borden doe ik daarin. Nog 20 seconden. Dus dat komt, qua timing komt dat precies uit. Hou rekening mee dat je iets hebt om spulletjes uit het water te halen. Dat je dat niet met je handen doet. En ik heb een bordje aan de zijkant om alles op te leggen zodat ik niet hoef te knoeien. Twee mooi warm. In de tussentijd haal ik het bord uit de oven. Het bord is ook mooi warm. Zorg dat je die met een theedoek pakt, anders verbruik je je handen natuurlijk. De oven die staat op 160. Ja. Nou, om te beginnen knip ik een hoekje af van het zakje met de waterkers. Zorg dat het zakje een beetje droog is, want anders mors je de overige waterdruppels op het bord. Dus wat doen we? De crème die spuiten op het midden van het bord. Zo. We maken een mooi rondje. Vervolgens knip ik het zakje met de asperges open. En de smaak van de curry is er mooi ingetrokken. Het opbouwen van het gerechtje doen we om en om. En vervolgens even een kopje ernaast. Die krummel er mooi overheen. Ja, dit mag mooi speel. Dit zorgt echt voor die kick in het gerecht.
gezegd, hè, wat we mooi zoeken. Dan hebben we een klein beetje gel gemaakt van citroen. Dat maakt het gerechtje iets frisser. Dan doen we op elk stukje asperges doen we een klein dotje. En dan werk ik eigenlijk van boven naar beneden. Nou, en om het gerechtje af te maken, deze hoeft niet super strak. Zo. Nou, net als bij het vorige gerecht, super seizoensgebonden, dus witte asperges, mooi gegaard in gele curry. Eigenlijk het gerechtje bouwt heel mooi op in het menu, dus het begint vrij licht. Ga je door met deze, geef hem bij een beetje pittig in het gerecht. Nou, dit is hoe ik hem opmaak. Ik zou zeggen, eet smakelijk.